Nijmeegse kiosk verhuist naar Druten. Het wordt een kiosk voor inwoners en ondernemers. De centrummanager die krijgt de sleutel, die gaat het sleutelbeheer doen. Vanuit Nijmegen is aangegeven dat er geen commerciële activiteiten in mogen plaatsvinden. Dus we gaan er vooral leuke dingen doen. Verder in het nieuws vandaag, Vierdaagse Feesten maakt goede doel bekend. En actie tegen straatintimidatie tijdens Heksennacht. De groene kiosk uit de Molenstraat in Nijmegen staat inmiddels op zijn nieuwe thuisbasis in Druten. Vorig jaar kocht de gemeente Druten deze kiosk van Nijmegen voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Nijmegen heeft inmiddels alle zogenoemde Parijse kiosken verwijderd uit de binnenstad. Maar op de markt in Druten krijgt dit exemplaar toch nog een tweede leven. Donderdag in de vroege ochtend werd de kiosk de markt opgereden. Hier krijgt hij een perfect plekje. Maar die plek was nog niet zomaar gevonden. We hebben een aantal opties bekeken, of tegen de achtermuur van de kerk aan, of daar aan de overkant tegen, zoals wij dat in Druten zeggen, bij Van Woensdijk tegen de muur aan, of midden op het Marktplein, of deze plek. Maar al snel werd duidelijk dat er maar één plek echt geschikt was. Midden op het Marktplein, daar hebben we ook de weekmarkt, dus daar hebben we elke week eigenlijk een klein beetje last. En dan staat hij ook tussen het kraam in, waar we op dat moment niks mee kunnen doen. Bij de muren, dus tegen de achterkant van de kerk aan of bij Van Woensdijk, zou betekenen dat als er een tent of iets dergelijks stond, dan met activiteiten, met feesten en dergelijke, dat hij tegen de zijkant van de tent aan zat te kijken. Ja, dan kun je er ook niks mee doen op dat moment. En hier is eigenlijk een plek waar die lijkt te moeten staan, want het is een open ruimte hier. Hij staat nooit in de weg, dus volgens mij de perfecte plek. Druten is blij met de komst van de kiosk, hoewel de invulling ervan niet echt duidelijk is. Deze zal namelijk voortdurend veranderen. De centrummanager die krijgt de sleutel, die gaat het sleutelbeheer doen. Vanuit Nijmegen is aangegeven dat er geen commerciële activiteiten in mogen plaatsvinden. Dus we gaan er vooral leuke dingen doen. En mensen die een leuke activiteit hebben of iets dergelijks, die kunnen zich melden bij de centrummanager Miranda Rosmalen. En zij doet sleutelbeheer. En dan is vooral aan de inwoners, aan iedereen die wat wil organiseren met de kiosk, om er gebruik van te maken. Dus het wordt een kiosk voor de inwoners en voor de ondernemers. Net als voorgaande jaren kun je vriend worden van de Vierdaagse Feesten. Voor 36 euro kun je een vriendschapbandje aanschaffen. De opbrengst wordt gedeeltelijk samen met een deel van de inkomsten uit het ondernemersnetwerk gedoneerd aan een lokaal goed doel. En dit jaar staat een organisatie in Malden hiervoor in de schijnwerpers. 20.000 groentes naar de voedselbank dankzij de samenwerking tussen Pluktuin Gelukkige Groentes en de Vierdaagse Feesten, die met het evenement ook een maatschappelijke impact wil maken. Ja, wij hebben best wel stevige ambities op het gebied van duurzaamheid als Stichting Vierdaagse Feesten. Dat betekent dat wij aan CO2-reductie willen doen, afvalvermindering tijdens de feesten, maar ook aandacht voor duurzaam en lokaal voedsel. Maar zeker ook in een initiatief zoals de Gelukkige Groentes, wat lokaal geteeld wordt, is dat natuurlijk een unieke samenwerking voor nu. Ja, er wordt geen kunstmest gebruikt, er worden geen pesticiden gebruikt en we zitten een paar kilometer naast de voedselbank. Dus ja, je kan bij wijze van op de fiets zou het daarheen kunnen. Tijdens de Vierdaagse Feesten is de voedselbank gesloten en daarom vroeg de organisatie aan Gelukkige Groentes om voor die ene week extra groente te leveren. Vervolgens bedachten de stadsboeren een grote tuin aan te leggen, waardoor ze in plaats van die ene week langdurig verse groente kunnen doneren. De voedselbank heeft grote tekorten wat betreft groenten. Ze zijn gegroeid van vorig jaar 700 naar zo'n 1000 gezinnen die ze in Nijmegen omgeving moeten voeden. En dan snap je dat het ook lastig is voor hen, want zij hebben nog maar een klein potje waarvoor ze dan ook een deel in moeten kopen. Ja, dat niet vaak biologische groenten zijn of dat ze niet te veel eisen aan kunnen stellen. Dus daarom is het juist mooi om dat op deze manier te kunnen doen. En dankzij deze donatie dan kunnen wij groenten hier telen, die gaan dan kosteloos naar de voedselbank toe. Plus we leggen schoolmoestuinen aan en we geven ook lessen op basisscholen, dus ook voor kinderen is het. Ja. De drie stadsboeren van deze pluktuinen hebben dus aardig druk. Hoewel ze met alle liefde zo efficiënt mogelijk werken, is alle hulp welkom. Via de crowdfundingactie dan kan je mijn collega Sam, die gaat met een aantal mensen Vierdaagse lopen. Twee keer ondertussen met een stand in de stad staan. En dan gaan we geld ophalen voor dit goede doel. En daar kun je een mooie bijdrage aan leveren.
En daarnaast is ook het vriendenbandje van de Vierdaagse. Ja, dus draag vooral bij en koop een vriendenbandje van de Vierdaagse feesten via onze webshop of in de stad. Voor 36 euro draag je bij aan de Vierdaagse feesten, ondersteun je onze doelstellingen, maar gaat er ook een afdracht van dat vriendenbandje naar dit goede doel van de Gelukkige Groentes en de Voedselbank. Sinds donderdagochtend rijden er weer treinen over de spoorbrug in Nijmegen. ProRail heeft enkele noodmaatregelen genomen om te zorgen dat het treinverkeer voorlopig weer kan rijden. Mede om te zorgen dat evenementen zoals Down the Rabbit Hole en de Vierdaagse niet in de problemen komen. Op een later moment zal de brug nog eens goed onder handen worden genomen om de problemen definitief te verhelpen. Tot die tijd moeten treinen met een lagere snelheid over de brug rijden. De rechter gaat niet mee in het verzoek van natuurbeschermers van Das en Boom om een streep te zetten door de komst van 800 asielzoekers naar Malden. Precies op de plek waar de noodopvang komt is nog een nauwe doorgang waarbij verschillende diersoorten, waaronder de das, van het ene natuurgebied naar het andere kunnen. Maar het COA heeft haast. Vandaag werd al begonnen met de bouw van de noodopvang. De verwachting is dat de eerste asielzoekers begin augustus gaan komen. Op zaterdag 8 juli vindt er weer een heksennacht plaats in Nijmegen. Op deze avond wordt er actie gevoerd tegen straatintimidatie middels een protestmars. Actievoerder Judith Holsman vindt namelijk dat dit veel te veel gebeurt. Dat is een protestmars in Nijmegen tegen straatintimidatie. Waarbij we eigenlijk met een hele grote groep met veel muziek en krijt de straat op gaan. Om te laten zien van hey, laten we gewoon minder intimidatie op straat hebben, maar gewoon meer liefde en respect. Dus iedereen is welkom. Ik wil juist met een hele grote diverse groep de straat op. Omdat we eigenlijk laten zien van hey, we zijn niet tegen bepaald persoon, maar gewoon tegen bepaald gedrag. Judith heeft haar hele leven zelf ook veel last gehad van straatintimidatie. Ze is bijvoorbeeld wel eens heel hard geschrokken toen opeens een persoon tegen haar begon te schreeuwen. Ja, ik heb zelf veel last gehad van straatintimidatie. Eigenlijk al vanaf jongs af aan. Lijkt alsof je soort van in de puberteit komt als vrouw. Dat dan een moment is waarop het allemaal maar los mag gaan. Dus echt al vanaf 13, 14 jaar had ik ermee te maken. En het voelde gewoon altijd heel erg vervelend. Maar ik voelde me ook altijd heel erg machteloos. Dat ik dacht, ja, ik wil wel iets terugzeggen, maar ik voel me al onveilig. En wat nou als ze agressief worden, dit en dat. En toen op een gegeven moment was ik 22 en het gebeurde nog steeds. En toen was ik op een gegeven moment echt helemaal klaar mee. En toen dacht ik, ik ga gewoon een Instagram-account starten waarbij mensen hun ervaringen naar mij toe kunnen sturen. Waarmee ik het op straat krijg om het echt zichtbaar te maken. Tijdens de Vierdaagse feesten, toen liep ik in mijn eentje met mijn vriendje na een leuke stapavond naar huis, helemaal blij. En toen sprong er ineens een man uit de steeg en die schreeuwde heel hard naar mij. Ik schrok me dood en hij was zelf ook volgens mij, hij was volgens mij gewoon een beetje dronken. Maar ik schrok gewoon heel erg en ik begon helemaal te trillen en hij rende gelukkig weg. Maar je bent je gewoon zo bewust dat je denkt, oh mijn god. Ineens denk je niet meer aan je vriendje, maar dan denk je, oké, ik sta hier in mijn eentje als vrouw. Dan voel je heel erg kwetsbaar. Er zijn verschillende dingen te doen tijdens de avond. Deze avond zal plaatsvinden in de binnenstad van Nijmegen. Ja, het is op zaterdag 8 juli. Dat is volgende week zaterdag. En we verzamelen om 7:45 bij de Marienburgkapel, midden in het centrum. We hebben dan een voorprogramma met ook wat pamfletten van de heksennacht van vroeger. Dus dat is echt super vet. Heb ik allemaal uit het lesbisch archief gehaald. We hebben dan wat spoken word. En dan rond 8:45 vertrekken we vanaf de Marienburgkapel door het centrum. Met veel muziek, veel krijt. Maken we verschillende stops waarbij we eigen ervaringen kunnen neerkrijten. En dan eindigen we in Café de Plak voor een eindfeest. In onze regio zijn we vandaag nog aardig ontkomen aan de meeste buien. En na een grijze start was er vooral een afwisseling van zon en wolken. Vanavond is er nog een kans op een kleine bui, maar in de nacht naar vrijdag klaart het verder op en belooft het morgen een droge en zonnige laatste werkdag te worden. Temperaturen erbij komen uit op een graad of 23. Zaterdag belooft vervolgens wel een vrij natte dag te worden. Vooral de eerste helft van de dag is er een regengebied aanwezig. En later op de dag kunnen we daar dan nog weer wat losse buien achteraan komen. Het wordt dan zo'n 20 graden. Mocht de zon er toch nog even doorheen komen, dan kan het oplopen naar 22 graden. Ja, en tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website, rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. En nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!